Dit is de Otterbox Commuter Case voor de Samsung Galaxy S6. En zoals je gelijk kunt zien, is de case verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: namelijk een wit-grijze uh, ja, wit versie en een volledig zwart exemplaar. Nou, bij de case krijg je nog wat leuks meegeleverd: je hebt namelijk gewoon een screen protector. Het lijkt op een matte screen protector, maar het is gewoon een normale screen protector als je de beschermlagen eraf haalt. En om die screen protector te kunnen plaatsen, vind je ook nog een klein schoonmaakdoekje en ook nog een klein kaartje. Het is eigenlijk een soort van pasje. Je kan ook eventueel je pinpas gebruiken... Uh, om tijdens het plaatsen de screen protector goed aan te drukken. Nou, als we naar de case zelf gaan kijken... dan zien we dat die bestaat eigenlijk uit twee verschillende materialen. We vinden een echt harde plastic uh, achterkant, behuizing. Um, we zien ook dat die los van elkaar kunnen... want de binnenkant is dus van zachter rubberachtig materiaal... en je kan ze dus helemaal van elkaar loshalen. Nou, dit zorgt ervoor dat uh, ja, eigenlijk het harde deel... Dat, uh, ja, dat, dat vangt echt de harde klap op eventueel als je je telefoon laat vallen. En... Um, ja, en de rest van de klap wordt dan geabsorbeerd door dit wat rubberachtigere stukje aan de binnenkant. Um, nou, hoe plaats je dan de case? Ik heb hier een uh, demo van de S6. En die klik je er gewoon eenvoudig weg in aan de bovenkant. De onderkant die moet je er dan als het ware eromheen schuiven als een soort van hoes. Maar je ziet dat het heel flexibel is. Dus je mag best even een beetje trekken aan die hoes en dan hem zo eroverheen schuiven. Uh, om hem dan volgens in het harde gedeelte te plaatsen, doe je eerst de bovenkant erin klikken. En dan kan je de onderkant ook weer voorzichtig zo vastklikken. Ook hier weer kan je het rubbere gedeelte gewoon vastdrukken zodat die goed vast zit. Nou, we zien dan gelijk dat uh, bepaalde aansluitingen helemaal worden afgedicht. Um, we vinden bijvoorbeeld een klepje voor je micro USB-poort en we vinden ook nog een klepje voor de headset-poort. Nou, daarnaast vind je alle knoppen nog, die kan je eenvoudigweg benaderen. En ook nog vind je natuurlijk uitsparingen aan de achterkant voor de camera en aan de bovenkant voor de infraroodsensor. Nou, deze case is echt optimaal om je uh, ja, S6 zo goed mogelijk te beschermen, uh, terwijl die niet enorm veel uh, ja, volume toevoegt. Um, we hebben ook nog wat zwaardere cases gezien van Otterbox en je ziet dat die ook bijvoorbeeld ook waterdicht zijn en dan zijn ze gelijk echt een stuk massiever. Maar met deze case blijft je toestel relatief slank en nog steeds goed beschermd. Nou, wil je nu meer informatie over deze commuter case of wil je misschien wel gelijk gaan bestellen? Ga dan naar pdashop.nl of .be of kom natuurlijk langs in een van onze winkels.